Hey. Je woont hier? Ja. En woont je hier alleen? Ik woon alleen, ja. Alleen, zeggen ze hier? Ja. Hè? Hallo. Pas van der Zwaan, L1. Programma onderweg. Oh. Gas erop en gaan. Ja. Stiet erop. Stiet ja. Op de bed. Nou, geef je nog wel eens kaas staan? Ja, nog wel. Nogal, ja. Ja, waar mij dan? Ja, met een tractor en met een auto. En waar heb je dit stond dan? Nou, die staat achter in de schuur. Is dat wat bijzonders? Nee, toch niet. Nee? Nee, dit is met een gewone wagen. En een trekker dan? Een trekker? Waar staat die? Dat staat daar. Achter het huis staan er tweeën. Is dat hobby? Dat is hobby, ja. Dat is allemaal hobby. Wat heb je er vroeger ook mee gewerkt? Ja. Een beetje wel, ja. Want? Dit is een boerderij? Ja. Vroeger boer geweest? Vroeger boer geweest en loonwerker. En dan stond je net wie er langs reed, stond je er aan de weg? Ja. Stond je op iemand te wachten? Ik stond er al op iemand te wachten, ja, maar dat wil niet komen. Dat loopt niet uit. Dan had je lang hier moeten zien, maar ja, dat viel altijd tegen, jong. Wie moet er komen dan? Ja, moest er een komen met een trekker, met een wagen. En dan is... Dat is er nog niet. Het loopt allemaal uit, hè. En wat kunt hij doen dan? Dat moest mislaaien. Hé? Hey. Ja. En hoe kunt hij mis vanavond dan? Van de dieren. Oh, je hebt nog wel dieren? Ja, ja, ik heb nog dieren ook nog. Hoe heb je die stom? Die op stal? Op een stal. Mogen we ze zien? Nee, je mag je niet zien. Waarom niet? Nee. Zien natuurlijk aparte dieren dan? Nee, toch niet. En de auto zien we niet, de tractor zien we niet, de dieren zien we niet. Nee, het is allemaal niks, hè. Nou, dat weet ik niet. Maar je ziet zuinig op wat je hebt. Ah, wat ik heb wel, ja. Dat hoeft niet iedereen te zien? Nee, dat hoeft niet iedereen te zien. Zijn er ook dingen die niet geheim zien? Die we wel mogen weten? Ja, dat is haas. Wat bleef? Dat is haas. Dat moeten we wel zien. Wat mag ik zien? Haas. Haas? Haas, ja. Die zitten daar op het veld. Ja, als we haas willen zien, dan duiken we wel het veld in. Oh, dus de man met de meswagen, die loopt op zich wachten? Die loopt op zich wachten, ja. Dat loopt niet uit. Hij had om 11 uur al moeten zien. En dan is het 3 uur geweest. Bijna. Dat is wel heel raar, hè? Ja, dat is wel wiet over tiet. Maar je zou wel aan vast gezeten hebben, denk ik. In de grond. Want die moesten op de wijvers te zien in Venrooy. En daar is het nogal nat. Dat was een beetje sloot, weet wel. Die beek hebben ze eerst rij gemaakt en nu hebben ze die krom gemaakt. En daar is het lelijk nat. Oh, dus geen wet wordt in Ursula. Ja, ik weet wel wat je gezegd net hoor. Hé, hey, maar je hebt nog altijd dieren. Dan denk ik bij mezelf van, je ziet redelijk op leeftijd, denk ik. Ja, maar nog altijd een beetje aan boeren. Ik doe nog van alles. Zoals? Ja, ik doe van alles. Van alles. Wat er voor komt, doe ik. Omdat je ook loonwerker ziet, ja. Geweest. Dus... Als mensen wat hebben, wat gedommeld weer op het land, dan ja, kunnen ze ook bellen. Kunnen ze mee terecht. Dan zou ik haast denken, een loonwerker die iemand moet bellen om bij hem de zeekelder leeg te komen trekken. Ja. Maar dat doet je dus niet zelf? Dat doe ik niet zelf, meneer. Dat doet mijn broer. Oh, dus je stond nou op broer te wachten? Ja, mijn broer stond er op te wachten. En die is ook loonwerker? Ja, en nog 2 zonen ook nog weer. Van hem of van hoe? Van mijn broer. Dus het is een heel familiebedrijf als je dat nog hoort. Ja, met hoeveel word je toes vroeger? Met 5. Allemaal jongen? Ja. Oh. Dus. En ook op de boerderij? Ook op de boerderij, ja. Dus er worden altijd knechten mee te helpen? Er worden altijd knechten mee te helpen. En als ze niet hier nog hebben werken, dan gingen ze naar iemand anders werken. Dat was altijd werk. En die zien allemaal ook
in het boerenbedrijf ja, blijven hangen? Allemaal erin blijven hangen, ja. En waar staat toevallig heen? Is ja, dit het ouderlijk huis? Dit is het ouderlijk huis, ja. En dan ziet je als enigste overgebleven? Ik ben al hier overgebleven. Nooit geen vrouw geweest? Nee, daar ben ik bang van. Waarom? Leg eens uit. Ja, dat kan ik niet uitleggen. Dat is veel te moeilijk voor mij. Oké. Okay. Vrouwen zien te moeilijk? Ja. Dus had hij dan hier op de boerderij geweest? Ja. Was dat nooit moeilijk? Nee, dat was nooit moeilijk. Het komt hoe het komt, hè. En vast en zeker veel gewerkt, altijd? Ja. We waren altijd bezig, altijd. Wel een tractor, maar geen zeker erachter. Nee. Hé, hey, maar heb je hem al gebeld? Ik heb hem niet gebeld, want dat loopt toch altijd goed, hè. En ik weet waar je zit. Dan is het erg nat, dus dan moeten we maar nemen hoe het komt. Maar als er nou al veer oren op zich laat wachten, had het dan veel zin om aan de weg te gaan staan? Ja. Het heeft helemaal geen zin om aan de weg te gaan staan, eigenlijk. Kijk, want als je nou niet aan de weg wordt gaan staan, dan hadden we nu niet met elkaar stond. Nee? Nee. Waar had dan in gegaan? Ja, dan worden we deur binnengegaan. Oh, deur op. Ja. Maar je ziet dus echt geboren en getogen. Hier op dit stuk, ja. Maar ook in Castrooi. Wat zeg je tegen Castrooi? Castrooi. Ja. Maar ze zeggen, als hier kermis is, is het toch Castrooise kermis? Ja, dat is Castrooise kermis. Castrooise kermis. Waarom en is er ook nog een liedje over gemaakt? Ja. Nog de weg fotograferen, zeker. Ja, ik denk dat tegen je kieken. Wie had hem erover nog? Die moet komen. Twan. Dus kijk of Twan eruit. Het zou je natuurlijk mooi zien. Als Twan daar aankeert, lieg je op elkaar? Nee. Je ziet hem al aankomen, gelukkig. Wat is het grootste verschil tussen Twan en tussen Og? Dat zijn Twan een beetje groter is dan ik. Ah! Dat is een beetje het verschil. En hoe heette dat van papa of van mam? Ik denk van mam. Die wordt groeit? Ja, die was groeit. Wordt die groeit als paap? Ja, die was groeit als paap, ja. Mm-hmm. Dat zoek ze vroeger niet duiken. Nee. Zit een haas op het land, ja. Waar dan? Ja, net op de fotograaf toch. Hier is dat. En een dikke? Een dikke, ja. Ja, nog iets verder, Rudy. Ja, en nou rechtdoor kijken. Zus hem door ongeveer halverwege de plaak. Er zaten er vier op, hè. Er zitten er nog drie op, eigenlijk. Maar waar die zitten, weet ik niet. Is dat land van hoe? Ja. Wat steert erop? Mais. Mais is het hoofdgewas van Nederland. En hoe is het met de mais tegenwoordig? Brengt dat nog wat op? De mais is het afgelopen jaar niks werd geweest. Heb je hem toen laten staan? Nee, ik heb hem niet laten staan. Oh nee, wat? Je ziet loenwerker. Ja, dus je hoeft geen loenwerker te laten komen om de mais eraf te halen? Nee, dat hoef ik niet. Dat doet je zelf. Hé, hey, maar dat is dus... De plak is dus van nu. Die hazen, hè? Ja. Doen die het gewas nou kwaad of niet? Nee, die doen er niks aan. Dus die mogen er blijven zitten? Die mogen er vrij blijven zitten, wie is van herfst. Dan zien ze nog wat groter en dikker. En dan, hoe doet je dat dan? Strikje zetten? Of, nee, doe je niet strikken. Schieten. En dan? In een diepvries? En dan in een diepvries, de pot in. Dat is toch lekker eten? Als ze best wie ze klommers maken? Ja. Juist, en dat kennen we wel. Dat kent je? Dat kunnen we wel. En een haaskloor maken? Dat kunnen we wel. Nou, vertel eens. Ja, ik vertel er niet over. Is dat een geheim recept? Een geheim recept, jong. Dan moet er niet iedereen aan de neus hangen. Een geheim recept van mam? Ja. Van vroeger? Van vroeger, ja. Oké, okay, en dan mag je hè, zo'n lekkere vet en haas. En wie wordt er dan genuurdigd om mee te komen eten? Ik kan ook wel uitnodigen, een keer.
Oh, dat is goed. Ja, hè? Even kijken. Dan praten we even de herfst, oktober, zo die kant, hè? Ja. Toe op november. Dan is hij wel eens uitzat, denk ik. Oké. Okay. Dus dat een beetje richting de feestdagen zo. Ja, die hoort de feestdagen. En dan een haas met, is dat dan hazenpeper of zo? Wat dat je is maakt? Hazenpeper. Hazenpeper, ja. Met wat kunt er bij? Gewoon een gebrooide patat of zo? Ja, gebrooide patat. En wat voor groentes? Slaai. Slaai? Ja. Uit een hof? Ja, hier uit een hof, ja. Gebakken slaai. Gebakken slaai? Ja. Dat heb ik nog nooit gehuurd, gebakken slaai. Nee. Giet de slaai ook mee in de pan dan? Ja, gaat ook mee in de pan. Kijk, nou zit er twee. Als je goed kijkt. En hier zit er eigenlijk deze. Ik wil niet veel zeggen, maar je hebt nog goede oren. Ja. En met scheten is één op één altijd raak? Nou, niet altijd raak. De tweede is enig af, nee. Ik wel, ik zie hem zitten. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In de negende, tiende rij. Hij ligt helemaal aan de grond dan. Goedendag, 1, 2, 3. In de negende rij. Is dat nou ietsjes verder naar voren? Ja, ietsjes verder naar voren, ja. Ja, dat is een zo'n bruin plekje, daar ligt hij. Als ik op de leeftijd nog zo'n oog heb, hè? Nee, maar dat die gewoon onthalden, hè? De hazenpeper. Ja. Kasselse haas.